Let's go! We gaan deze ultieme Pokémon vangen, jongens. Yo, Nintendo fans en yo, Rikachu Army. Welkom bij een gloednieuwe video. Wil je ook in de Rikachu Army? Druk even op die abonneerknop hieronder. Is gewoon gratis. Kan je gewoon doen. En dan gaan we vandaag proberen om Zacian te vangen in Pokémon Sword. We gaan naar het dak, jongens. Hier zijn we. Ja hoor. Oh, maar dat is Zamazenta met dat schild. Schubert zegt, oh, ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan, oude broer. En de assistent van Sonja staat hier ook met haar lelijke pakkes. Schubert zegt, ja. Ja, hij is gekomen. Hij is het verroeste schild gevolgd. Ik heb het helemaal plat gegooid met Galar-stukjes. En ja, Zamazenta wordt wel aardig gek nu volgens mij. Sonja zegt, stop, Zamazenta heeft pijn. En Hop zegt, dit is allemaal omdat ik hem liet weglopen met dat verroeste schild. Hop is weer boos op zichzelf. En Schubert die zegt, ja, laat zien hoe barbaars je bent. Jij brute kracht van de natuur. En laat ons zien wie de valse koningen zijn. Oh, ook, ja, pas maar op, Schubert. Je wordt gesloopt, vriend. Schubert zegt, ah, nee. Oh, soort wat zegt, jonge broer. Kijk, nu zijn ze opeens pussies geworden. Schubert zegt, nee, val me niet aan. Ga de stad in. Maak heel de stad kapot. En Sonja zegt, ja, hij probeert zichzelf rustig te houden, Zamazenta, maar hij kan al die kracht niet controleren. En Pierce zegt, ah, ik hoopte dat we hem gewoon rustiger konden maken, zoals we met elke Pokémon hebben gedaan, maar dit is een legendarische Pokémon. Als je denkt dat je deze Pokémon kan vangen, ja, dan moet je even nog een keer nadenken. En Hop zegt, ik moet het echt toegeven, maar als iemand hem kan stoppen, dan ben jij het, Rikachu. Ik zal iedereen veilig houden hier in de achtergrond. Daar hoef je geen zorgen over te maken, Rick. Maar focus jij je op Zamazenta rustig te maken. Sonja zegt, ah, hij komt eraan, Rick. Oh man, moeten we Zamazenta gaan battelen? Oh, hij wordt helemaal gek. Nee, Zamazenta, rustig. Oké, Grimmsnarl, doe je ding. Doe maar gewoon lekker draining kistjes. Oh man, Zamazenta, hè. Zamazenta is freaking level 7. Is 9 levels hoger. Dit is niet oké. Hoe gaan we deze gast ooit verslaan? Oh nee, oké, dit valt mee. Alleen, als wij 1 tikkie krijgen, dan zijn we de Sjaak, jongens. Dan zijn we compleet de Sjaak. Niet als die een verkeerde move doet. Hij doet crunch. Dat is geen goede move. Die is niet super effective tegen mij. Je moet steel type moves doen, jongen. Intussen zijn we weer vol HP. Oké, nog een keer. Zamazenta doet play rough. Ah, ja, die is wel super effective. Doei, Grimmsnarl. Oké, dit is natuurlijk Pokémon Sword, dus wij kunnen Zamazenta sowieso niet vangen. Dat hoeven we ook niet gaan proberen. Dus we kunnen hem gewoon proberen om te verslaan. Hij doet... Oké, ja, daar gaat mijn Eternatus dus, denk ik. Oh, dat valt mee. Oké, dat valt heel erg mee. Dynamax Cannon. Oh, man. Deze move is zo sick. Ik vind die nog steeds zo gestoord. Oeh, Zamazenta is bijna down. Zal ik hem gewoon voor de gein proberen te vangen? Nee, zie je? Het kan niet. Ik kan geen Pokéball gooien. We kunnen deze Pokémon niet vangen. Als we deze play rough overleven... Ja, en dat doen we. Maar echt maar net, dan kunnen we hem verslaan. Arme Zamazenta. Ja, Zamazenta wil ons helemaal niet aanvallen, maar wordt helemaal gek doordat hij al die particles van Galar heeft. Hij kan zijn kracht niet controleren. Gelukkig hebben we hem wel verslagen. En laten we kijken wat er nu gebeurt. Hij zegt, Hop zegt, Zamazenta, gaat het goed met je? Sonja zegt, nee, Hop, kijk uit. Oh, ga je Hop aanvallen? Nee. Daar gaat iemand even een stokje voor steken. En het is Zacian, jongens. Zacian komt ons helpen. Zacian is namelijk nog wel rustig. En Zacian en Zamazenta zijn even aan het praten. Oh man, dit is zo vet gedaan. Dit is zo tof. Hop zegt, dankjewel dat je me hebt gered, Zacian. Oh, gaat hij weg? Zamazenta gaat even door. Yo! Hop zegt, het lijkt er nog steeds op dat hij al die kracht niet kan controleren. En Hop zegt, het bevalt me helemaal niks. Het bevalt me helemaal niks. Ik ga achter Zamazenta aan. Oh, kijk, daar ligt hij nog steeds, die mafkees. Ja, gaat het nog, jongen? Hop zegt, dit behoort aan Zamazenta toe. Niet aan jou, vriend. De Schubert zegt alleen maar, Hop heeft een schildje gepakt. Lekker bezig, Hop. Hop gaat nu terug naar de Slumbering Wild. Hop wil voor Zamazenta zorgen. Alleen moeten wij nog even dealen met Zacian. Schubert is zo bang. Oké, Swordman die zegt, nou, please, doe mijn jongere broertje geen pijn. Oké, wij kunnen nu praten tegen Zacian. We zeggen, wacht. Zacian kijkt mij in mijn ogen. Heel diep, zo te zien. Draait zich om en gaat er vandoor. Alright, Zacian. Respect. Kijk, hij houdt zich rustig. Zacian kan zich wel controleren. Pierce zegt, ja, dit had ik al verwacht van de kampioen. Je hebt volledige controle over deze hele situatie. En het lijkt erop alsof die Pokémon op je aan het wachten is. Oh man, dit is het moment dat we Zacian kunnen gaan proberen te vangen.
bovenop dit dak. Super vet. Laat ik eerst even al mijn Pokémon reviven en allemaal potions geven. Want misschien hebben we ze keihard nodig. En de vraag van de dag is welke Pokéball jullie het tof vinden. Want ik ga hem natuurlijk wel proberen te vangen in een hele toffe Pokéball. Ik ga beginnen met Colossal. Als we worden aangevallen, dan krijgt Zacian pijn door de Rocky Helmet van Colossal. Zacian die houdt zich heel stil. Hij staat rustig te kijken. Ready the Rusted Sword to catch Zacian. Oftewel, gaan we het zwaard omhoog houden en proberen om Zacian te vangen. Let's go. We gaan deze ultieme Pokémon vangen, jongens. Die muziek nu al. De muziek is zo nice. Daar gaan we, Colossal. Zacian heeft een intense look in zijn ogen. Oh man. Op zich, Incinerate is super effective. Die zouden we gewoon kunnen proberen. Oh man, Behemoth Blade. Nee, dit gaan we sowieso niet overleven. Deze move is zo sterk. Oké, of we overleven hem wel. En dan krijgt Zacian pijn door de Rocky Helmet. Wij doen Incinerate. Ik hoop niet dat ik hem nu sloop, maar dat verwacht ik niet. Nee, kijk, we slopen hem niet. Dan ga ik het gewoon nog een keer proberen. Hij doet nog een keer Behemoth Blade en dan zijn we wel kapot. Dan zijn we wel aardig kapot. Krijgt hij nog een keer pijn door de Rocky Helmet. En dan gaan we eens kijken welke Pokémon we nu in gaan zetten. Ik heb echt weinig moves tegen deze Pokémon. Het gevaar met moves van Sturfetch is dat ze altijd critical kunnen zijn. Dus dit durf ik niet echt aan. Dan heb ik Overdrive, maar die is best sterk. En Flamethrower gaat hem waarschijnlijk slopen. Eens even kijken of Grimmsnarl iets kan doen. Of zal ik gewoon beginnen met Pokéballs gooien? Ik vind Luxury Balls eigenlijk altijd wel mooi. Ik ga gewoon een Luxury Ball gooien. Laten we proberen om hem te vangen. Eén... Oh man, Behemoth Blade. Auw. Ja. Dag, Grimmsnarl. Oké, wat ik ga doen is, ik ga Rillaboom inzetten. En dan gooi ik een Max Revive op Colossal. Zodat Colossal met zijn Rocky Helmet nog wat damage gaat doen als ik die straks weer in ga zetten. Ondertussen ga ik gewoon allerlei Pokéballs gooien. Maar nog niet mijn meest zeldzame Pokéballs. Dus laten we het nu maar even proberen met een Ultra Ball. Kijken of het lukt. Ik denk het niet. Verwacht niet dat we hem... Nee, kijk. Als je denkt, Rick, waarom gooi je niet gewoon een Master Ball? Ja... Die Master Ball, die wil ik het liefst gewoon bewaren voor als we een shiny Pokémon tegenkomen. Oké, Colossal is terug. Hopelijk gaat hij twee aanvallen overleven. Gaan we hem twee keer pijn doen. En ondertussen gewoon nog even een Ultra Balletje. Even kijken of het lukt. Oh, Behemoth Blade. Ja hoor. Kijken of hij er weer eentje gaat overleven. Ik denk het niet, want hij is zijn attack al geboost. Ja. Oké, Eternatus dus. Ja, dit gaat moeizaam, jongens. Kijk, Crunch doet zelf zoveel pijn. Misschien is een Heavy Ball een goed idee. Misschien is Zacian wel een hele zware Pokéball. Oh, jammer dit. Jammer. Sacred Sword. Ja. Ja, Eternatus is ook down. Ja, je hebt natuurlijk gewoon geluk nodig. Dat is het natuurlijk ook wel een beetje. Je hebt maar net geluk nodig dat hij in de Pokéball blijft. Want dit kan zomaar heel lang gaan duren. Eén nu? Ja, één tikkie. Ja, deze Pokémon gaat heel mijn team slopen, joh. Ik heb nog één Pokémon over en dan is het klaar. Ik kan hem nog één keer proberen te vangen. En anders moeten we het gevecht opnieuw starten. Kom maar gewoon even in je Ultra Balletje. Oh, dit zou hem wel eens kunnen zijn. Eén... Twee, ja! Lekker, we hebben Zacian gevangen met de allerlaatste bal die we konden gooien. Oh, jongens, we hebben hem hoor. Zacian in de Pokédex, Fairy-type Pokémon. Die moet dan wel in de plaats van Grimmsnarl. Laten we hem in de party gooien. Grimmsnarl was zo'n toffe Pokémon voor dit avontuur. Maar ja, weet je, als we Zacian vangen, dan moet die gewoon in mijn team. En daar gaat hij. Arme Grimmsnarl. Zacian is erbij. We hebben hem. Sonja zegt, wow, dat was briljant. Je wordt herkend als echte royalty. Oh, zo vet. Oh. Hallo? Wat wil jij nou nog, Shubert? Kom je nou weer stoer doen of wat? Oké. Shubert zegt, dat was echt een geweldige battle. We waren zo erg bezig met wie de nieuwe koning moest zijn. Dat was niet zo netjes. En hij zegt ook tegen die spiky head, tegen Piers. Ja, inderdaad. Piers zegt wel, wanneer leuren jullie eens een keer manieren, jongens? Mijn oudere broers en ik zullen atonen voor onze misdaden. Atonen is een soort van boete doen. En leid ons naar de goede plek. Wat? Gaan jullie de gevangenis in of wat? Piers zegt ook, ja, als jullie echt... boete willen doen, waarom heb je dan nog steeds deze attitude? Whatever. Piers zegt, ik denk dat ik begrijp waarom jij de kampioen bent geworden, Rikachu. Maar roep me niet meer. Ik word alleen geroepen als er moeilijke situaties zijn. Oké, we moeten hem dus niet bellen. Nice. Oké. Gaat deze chick ook nog even sorry zeggen? Waarom gaat iedereen nu pas sorry zeggen? Oké. Ze vraagt van, nou, ik kan je niet vragen om het te vergeven. Maar ja, zie je? Ze zegt wel sorry. Jongen. Jullie gaan er allemaal vandoor. Nou, mazzel. Zo, je zegt, het is ons gelukt. We hebben ze gestopt. En ik hoop dat Samazenta nog oké is. En we worden gebeld. Is het Hop? Ja, het is Hop. Die zegt, Zoals we Hop kennen. Oh ja, Samazenta is daar ook. Hop zegt, ik heb Samazenta hier bij me. Laten we even vragen
of alles goed gaat met hem. Zamazenta is aardig gek aan het worden. Maar ik red het nog wel. Ik zou wel je hulp kunnen gebruiken, zegt Hop. Ik wacht op je in het hart van de Slumbering World. Oké, laten we gaan. Zacian laat zich ook horen en die maakt zich nog zorgen om Zamazenta. Ook al zit hij in een pokeball. We moeten naar Slumbering World gaan. Oké, let's go. Let's go, 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 go. Kunnen we daar gewoon naartoe vliegen of wat? Ja, we kunnen daar naartoe vliegen. Maar eerst moet ik even mijn Pokémon healen. Jongens, jongens, mijn halve team is gesloopt, joh. Oké, laten we snel nog even Hop gaan helpen. Kunnen we gelijk daar naartoe? Ja, kijk, nice. Sonja kan ons gelijk daar naartoe begeleiden. Oh, daar staat hij. Oh, die Zamazenta ziet er ook zo vet uit. Oké, ik heb Zacian wel natuurlijk even als eerste in mijn team gezet. Ik weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Hop, hoe gaat het, jongen? Oké, ja, Zamazenta is nogal gek aan het worden. Kijk die ogen. Hop zegt, ja, rustig maar. Alles gaat goed. Alles is chill. Hop is wel een baas, jongen. Je staat er gewoon met die gigantische Pokémon hier. Hop zegt, je kan het. Je hoeft de controle niet te verliezen. Je kan dit aan, Zamazenta. Jij bent de echte held die Galar heeft bevrijd en beschermd. Oké. Hij wordt al wat rustiger. Zo lijkt het. Hop zegt, oh, je hebt alles onder controle. Zie, ik wist dat je dit kon, champ. Heel goed gedaan, Hop. Lekker. Hop zegt, jullie hebben het gered. Jullie zijn er. Ik probeerde Zamazenta rustig te maken. En zo te zien is je dat gelukt, Hoppie. Laten we even Hop een complimentje maken. Hop, je bent geweldig. Ah, hij vindt het heel aardig dat wij dat tegen hem zeggen. Hop zegt, wat? Echt? Wat? Ben je er zeker van? Hop zegt, Zamazenta wil mijn Pokémon worden. Ah, super dope. Hop krijgt gewoon Zamazenta bij zich. Dit is wel episch. Hop zegt, oké, hier gaan we dan. Ah, nice. Oh, rustig! Je hoeft die Pokéball niet door hem heen te gooien, Hop. Ja, Hop vangt hem gewoon in een Pokéball. Ja, Hop heeft skills, jongen. Kijk dan. Hop en Zamazenta. Wat een baas. Hop zegt, ja, ik zie nog steeds niet echt heel veel in mezelf, maar dankzij jullie begint het er wel op te lijken. Rick, ik moet je iets vragen. Ik wil niet op lijken, maar ik wil nog een battle tegen je. Oké, Hoppie. Zullen we er nog eentje doen dan? In het Slumbering World. Nou, is goed, Hop. Dat gaan we nog even doen. Maar deze allerlaatste battle gaan we doen in de volgende aflevering. Dan krijgen we echt een session tegen Zamazenta. Dat wordt epic. Jongens, even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!